Goedemorgen, welkom op dit webinar Kunstmatige Intelligentie in de Zorg. Mijn naam is Leon Wijnen, ik ben Client Director Healthcare binnen Quint. En naast mij zit collega Rob van Soest. Goedemorgen. Specialist op het gebied van AI in healthcare, werkzaam bij Enkerman, onderdeel van Quint. We hebben een heel interessant programma vandaag voor jullie. Het komende uur gaan we het hebben onder meer over enkele internationale voorbeelden op het gebied van kunstmatige intelligentie in de zorg. We komen terug op een aantal voorbeelden vanuit de HIMSS. De HIMSS heeft vorige maand plaatsgevonden, het grootste internationale congres op het gebied van healthcare en information management systems. Dat geeft mij gelijk de gelegenheid om jullie aan te kondigen dat volgende week daar een webinar over is. En die kan je ook terugzien op YouTube. Dus schrijf je in. We hebben een aantal kanttekeningen bij de voorbeelden internationaal. Maar we gaan ook zeker een aantal succesverhalen vertellen vanuit Enkerman Quint. Tweetal voorbeelden. En vervolgens zullen we met jullie gaan omdenken. We gaan de voorbeelden vertalen naar concrete vraagstukken. Zoals bijvoorbeeld het grootste probleem binnen de zorg. Namelijk het personeelstekort. En hoe kan kunstmatige intelligentie daar een oplossing voor bieden. En we hebben natuurlijk ook alle ruimte voor vragen die jullie hebben om die te behandelen. Heel kort iets over Quint. Quint, consultancybedrijf op het gebied van ICT. We doen vooral veel strategisch advies op het gebied van digitale strategie, sourcingsvraagstukken, ICT-strategie. Uiteraard ook data, want dat is het onderwerp van vandaag. Maar we maken niet alleen strategische plannen met onze klanten, maar we helpen ze ook daarbij om de transformatie door te gaan. Even iets over internationale voorbeelden. Hebben we het over kunstmatige intelligentie in de zorg, dan onderkennen we in dit geval een viertal typen. Het eerste, vooral vandaag ook aan bod, is het predictive prescriptive analysis. We gaan vooral op basis van de vele hoeveelheden data die we in de zorg hebben, gaan we kijken hoe we daar inzichten in kunnen verschaffen, voorspellingen kunnen doen. En vooral de praktijkvoorbeelden van Rob zullen daarop ingaan. Nou, een ander onderwerp, robotic process automation, komt vandaag niet aan bod. Richt zich vooral op het automatiseren van veel processen en ook het onderwerp natural language processing, waarbij we vele hoeveelheden tekst analyseren en daar informatie uit halen, komt minder aan bod. Wat wel aan bod komt in de internationale voorbeelden is computer vision, dus patroonherkenningen in digitale beelden. Daar zal ik zo het een en ander over vertellen. Allereerst een paar misvattingen die mogelijk bestaan. De zorgprofessionals zijn totaal niet bang dat kunstmatige intelligentie hun werk gaat wegnemen. Integendeel, ze zien het vooral als een uitgebreide toegevoegde waarde voor de werkzaamheden die ze nu uitvoeren. En ook de patiënten zijn helemaal niet bang voor kunstmatige intelligentie in de zorg. Die beperkte procenten die wat kanttekeningen hadden, die waren met name bang dat ze meer met computers te maken zouden hebben om interactie mee te hebben in plaats van met de mens zelf. Maar over het algemeen ziet men veel waarde in het zorgproces met kunstmatige intelligentie. Kijken we naar bestuurders in de zorg, dan zijn die wel hoopvol, maar ook zoekende. Ze zoeken met name waar de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie het meeste van waarde is. En vandaag zullen we dat ook die discussie voeren. Ik heb in ieder geval nog een vraag voorbereid voor Rob. Of het nou in het primaire proces moet zijn of juist in de ondersteunende processen. Maar daar zijn de bestuurders nog erg zoekende naar. In tegenstelling tot de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars die zien heel veel waarde en verwachten een hele hoge return on investment met betrekking tot kunstmatige intelligentie en ook met name op het primaire proces. Goed, voordat we naar de praktijkvoorbeelden van Rob gaan, even een paar internationale voorbeelden. Wederom, die kwamen van de HIMSS ongeveer een maand geleden.
Het zijn slechts een aantal voorbeelden. Wil je er meer weten, dan neem contact met me op, want ik heb nog een hele rits met voorbeelden achter de hand. De eerste betreft een voorbeeld uit Thailand, waarbij een oogziekenhuis een specifieke oogziekte wilde detecteren met behulp van kunstmatige intelligentie. Het werk wat normaal tientallen weken of 10 weken ongeveer zou duren, werd teruggebracht naar 10 minuten. Nou, dat is een enorme winst, maar het probleem was dat door met name de slechte beeldkwaliteit er toch heel veel patiënten onnodig werden opgeroepen naar het ziekenhuis. Nou, COVID werd het natuurlijk ook veel toegepast. Aan het begin van de pandemie zijn ongeveer een 60-tal AI-tools ingezet om patronen te herkennen in longfoto's. En de conclusie daar was eigenlijk dat geen van die 60 toepassingen geschikt waren voor klinische doeleinden. De algemene conclusie was eigenlijk, dergelijke algoritmes, om die te ontwikkelen, dat kost gewoon tijd en je kan dat niet forceren. Het laatste voorbeeld, en daar schrok ik toch wel van dit soort cijfers. De WHO heeft geanalyseerd dat binnen 3 maanden na het uitbreken van de pandemie er ongeveer 6000 mensen onnodig zijn opgeroepen naar het ziekenhuis. En nog erger, 800 mensen onnodig zijn overleden. En dit ten gevolge van toch feitelijk onjuiste informatie, waarbij de conclusie is dat, en dat is eigenlijk ook niet verrassend, dat op social media de algoritmes die daar worden toegepast, worden met name ontwikkeld om jouw klikgedrag te analyseren en de informatie waar jij in geïnteresseerd bent om die te tonen. En dat is helaas niet altijd feitelijk juiste informatie. Nou, tot zover de kanttekeningen, maar er zijn natuurlijk ook veel successen te noemen. En dan wil ik graag het woord geven aan mijn collega Rob. Ja, dankjewel. Ik zal maar overnemen. Alsjeblieft. Ja, we gaan gelijk verder met twee praktijkcasussen. We hebben in het afgelopen jaar hebben we 2 opdrachten gedaan in het domein van procesinnovatie, voorraadsbeheer, zorg, supply chain. En die 2 casussen, daar hebben we eigenlijk aangetoond dat je met AI en met advanced analytics eigenlijk heel goed toegevoegde waarde kan realiseren. En in de eerste casus gaan we in op een oplossing voor een optimalisatieprobleem. We hebben daar gewerkt met een open source package van Amazon, dat is DeepAR. En dat is eigenlijk in de context van een bedrijf, een farmaceutisch bedrijf, wat een productcatalogus heeft van 11.000 producten. Nou, en daarin is onder andere een vraag gekomen vanuit het bedrijf aan ons van, kunnen jullie nou voorspellen wat de vraag komende maand is voor elk product? Nou, en uiteindelijk, zoals de spoiler, was het doel om te gaan naar voorraadoptimalisatie en winstmaximalisatie. Nou, als je 11.000 producten in je productcatalogus hebt, dan, en je wil naar de toekomst gaan kijken van wat wordt die vraag nou, dan kan je aan de ene kant natuurlijk een expert vragen, maar dat is niet schaalbaar voor 11.000 producten. In een klassieke aanpak kan je 11.000 modellen maken, want zo werkt dat. Per product, per historie maak je een model die voorspelt naar de toekomst toe. Met 11.000 producten is dat ook best veel werk. Elk model moet dan geanalyseerd worden op heb ik genoeg historische informatie, genoeg data. Er moet feature engineering worden uitgevoerd. Het is dus eigenlijk kijken welke kenmerken in die data zijn nou bepalend voor de voorspelling. Wat kan ik wel en niet gebruiken in mijn model? En dat is gewoon best wel intensief, veel werk vanuit een data scientist bijvoorbeeld. En als je dan een voorspelling hebt, dan is ook nog de vraag van hoe meten we nou de kwaliteit? Hoe leggen we uit dat dit een goede voorspelling is of dat het model het eigenlijk niet zo goed doet? Ik heb hier een plaatje meegenomen. Er staan 2 lijnen op. Door de tijd heen. Je ziet dat er is een blauwe lijn en een zwarte lijn. En die zwarte lijn, dat is de voorspelling. De blauwe lijn, dat is de werkelijke data, dat zijn de feiten.
En de zwarte lijn, je ziet bijvoorbeeld op tijdsperiode 10, periode 10, dat is week 10, zie je dat hij een demand voorspelt van ongeveer 22 stuks. Nou, het lijkt dat het lijntje supergoed de originele lijn volgt en dat het model misschien hartstikke goed is. Maar de vraag is van, hoe meten we nou de kwaliteit van dit model? Is dat een afstand tot de werkelijkheid van de voorspelling? Of vaak wordt er door data scientists ook een mate van accuraatheid gegeven of een bepaalde metric die aangeeft van nou, zo goed is het model en dat komt dan uit 14%. Maar eigenlijk is het heel moeilijk aan die business te vertellen van ja, die 14%, is dat nou goed? Of gaan we er failliet mee? Of krijg ik daardoor twee keer mijn bonus dit jaar? Dus de vraag is eigenlijk van, is het nou hier beter om bijvoorbeeld boven de lijn te zitten of onder de lijn te zitten? Nou, dat is dus een van de uitdagingen. De vraag vanuit het bedrijf van, kan je voorspellen wat komende maand de vraag wordt? Dat is eigenlijk nog niet de eindvraag. Want onze vraag is dan terug van, waarom wil je een machine learning model, waarom wil je voorspellen? Wat is je doel? Waarom wil je iets inzetten in je bedrijfsproces? En uiteindelijk komt het erop dat we niet eigenlijk de vraag willen weten van komende maand, maar dat we onze voorraad willen optimaliseren. Niet te veel, niet te weinig op voorraad. En dat daaruit voortvloeit dat we een winstmaximalisatie kunnen doen. Nou, winstmaximalisatie is eigenlijk een functie. Het is iets wat de business heel goed begrijpt. Want winst is natuurlijk de inkoopprijs van een product minus de verkoopprijs. En in dit geval, in ons scenario, minus de kosten van voorraad houden. En die winstmaximalisatiefunctie, dat is iets waar we mee kunnen optimaliseren. Maar het is ook iets wat de business heel goed begrijpt. Dus dat is een goede link tussen de techniek en de business. Nou, een tweede uitdaging hierbij is dat we eigenlijk verschillende scenario's willen uitproberen. We willen verschillende runs doen op een model en kijken van, kan je nou eens voorspellen als we de voorraadkosten iets lager inzetten? Misschien is er wel in de toekomst een verbeterplan om voorraadbeheer te verbeteren, waardoor de voorraadkosten lager worden. Nou, dan wordt die winstfunctie, gaat zich ook anders gedragen. En een van de dingen hier is dat als je het vorige plaatje herinnerde van die lijn, dat we op tijdsmoment 10 hadden we een voorspelling van 22 stuks. Maar dat is een punt. Dat is een punt. En waar we naartoe willen is dat we een interval, een range hebben waarbinnen we kunnen spelen. Dus dat het model gaat zeggen, met bepaalde waarschijnlijkheid zit je tussen de 18 en de 26 in. En dat is jouw speelveld. En als we dat kunnen realiseren, ja, dan kunnen we binnen die range kunnen we gaan optimaliseren. Optimaliseren naar die parameters die de business goed begrijpt. En dan als derde uitdaging hadden we nog dat we die 11.000 producten hadden. De 11.000 producten waarvoor we eigenlijk 11.000 modellen zouden moeten bouwen. Nou, met deep learning is het mogelijk om één model te bouwen die eigenlijk het hele veld overziet. Dus als je product X wil voorspellen naar de toekomst toe, van wat wordt de vraag of wat moet mijn voorraad worden, dat één model dat voor al die producten apart eruit kan spugen. Dus één model overziet alles. Nou, deep learning zijn complexe modellen met meerdere lagen. En in dit geval zijn er nog veel meer voordelen. Want vroeger, of in de klassieke aanpak, pakte je de historie van één product en daarmee ging je dat product voorspellen. Maar met deep learning, die kan veel meer data aan. Die kan ook soortgelijke producten kan die meenemen in zijn voorspelling. Dus die kan zeggen van, als ik product X heb in een productgroep, dan kan die overzien dat bepaalde patronen van andere producten, van soortgelijke producten, dat die meeneemt in zijn voorspelling. En dat is natuurlijk super, want dan heb je eigenlijk een voorspelling gebouwd op nog meer data. En in dit geval levert dat een betere kwaliteit op. Nou, wat krijg je dan uiteindelijk als oplossing?
Heel veel data, heel veel historische timeseries, tijdslijnen, tijdspunten. Een AI-model, een deep learning model, die dus eigenlijk al die historie van alle producten aan kan in één model. En een deep learning model die bouwt zijn eigen kenmerken waarop hij gaat voorspellen. Dus er is ook geen data scientist die daar feature selection of feature engineering moet doen. Ja, hij bepaalt door die lagen in dat model, bepaalt hij zelf wat hij belangrijk vindt. In één model, dus één model onderhouden. Nou, wat er uiteindelijk uitkomt is dus die tijdslijnen per product. Hè, dat willen we. We willen per product een voorspelling hebben. Maar niet die punt, maar die range waarbinnen we kunnen optimaliseren. En dat is dat laatste blokje. Hè, dat is die winstfunctie die we hebben gedefinieerd. Die kan je natuurlijk uitbreiden met meerdere parameters. Hè, dat kan een business kan dat prima aangeven wat ze daarmee willen. En dan wordt eigenlijk over het hele speelveld wordt de winst gemaximaliseerd. Nou, wat hebben we hier uiteindelijk als conclusie over? Er was een maandelijkse omzetstijging van 10%. Dat is echt, dat vind ik serieuze verbetering. Daar zijn we hartstikke trots op. Maar dat is voor de opdrachtgever natuurlijk ook heel interessant. En je hebt een model die aansluit bij hoe de business erover praat. Dus je kan heel goed resultaten terugleggen. En dat is dus die directe koppeling tussen de techniek en een business KPI. En als extra takeaway ook, wat ik net al een beetje beschreef is, hè, die waarschijnlijkheden, dus die ranges waarin je zit, dat geeft jou gewoon de mogelijkheid om allerlei scenario's uit te rekenen aan de hand van jouw winstfunctie. En daar kan je mee gaan spelen. Nou, en als laatste, deep learning heeft één model voor het hele speelveld, wat fijn is voor het onderhoud. Nou, dan hebben we de tweede praktijkcasus. Ook een oplossing voor optimalisatie. En je ziet het al een beetje op het fotootje wat ik hier heb neergezet. Dit is Apotheek Voorzorg. Apotheek Voorzorg is een bedrijf wat geautomatiseerd op maat pillenzakjes verpakt. Per innamemoment, per patiënt, per recept. Supermooi proces om te zien. En wij hebben hier gewerkt aan ook weer een optimalisatie binnen dat hele proces. Nou, hier hebben we voordat we een filmpje laten zien zo, nog even de ingaan op de pillenzakjes. De pillenzakjes zijn eigenlijk één zakje per innamemoment en daar zit dan een capsule in of een dragé of een halve pil of een hele pil. Waarom doet men dat nou? Ten eerste het voorkomen van fouten. Dus als er op een verpleegafdeling nog allemaal pillen bij elkaar gehaald moeten worden, dan is dat een extra belasting voor de zorgverlener. Dus een stukje ontzorgen, een stukje kwaliteit en veiligheid. Maar een pillenzakje draagt ook bij aan therapie trouw, zeg maar. Het iets makkelijker maken van het moment van inname voor de patiënt. We gaan nu even kijken naar een bedrijfsfilmpje. Het is gewoon een openbare film, die staat ook op YouTube. Maar we hebben er een klein stukje uitgepikt. En dat laat eigenlijk zien hoe dit bedrijfsproces goed werkt. Dus laten we even kijken. Proces aan vooraf. Iedere medicatierol is namelijk uniek. De samenstelling, de verpakking en de wijze waarop de patiënt de medicatierol ontvangt. Om te garanderen dat iedere rol foutloos is, volgen we drie principes in het productieproces. Het eenrichtingsprincipe, om kruising van goederen te voorkomen. Het kritisch vierkante meterprincipe. Dat betekent dat bij kritische handelingen nooit verschillende geneesmiddelen in één vierkante meter liggen. En het vier ogenprincipe. Er vindt bij iedere handeling een dubbele controle plaats. Zo kan iedere patiënt vertrouwen op zijn of haar medicatierol. We ontvangen de medicijnen in de originele verpakking. We ontstrippen deze tot losse pillen. Dit gebeurt grotendeels machinaal. Om zeker te weten dat het juiste medicijn in de juiste pot zit, doen we een tweede controle. Daarna schudden we de medicijnen vanuit de pot om in kanisters. De kanisters gaan in de verpakkingsmachine waar ruimte is voor bijna alle verschillende soorten geneesmiddelen.
Afwijkende doseringen, zoals halve tabletten, voegen we handmatig aan de machine toe. Het is echt zorg op maat. De verpakkingsmachine vult vervolgens automatisch de medicatierol volgens het recept van de patiënt. De machine weet precies welke pil in welk zakje moet. En op ieder zakje staat wat erin zit, hoe de pillen eruit zien en het tijdstip van inname. We volgen de rol naar de schouwafdeling. De schouwmachine maakt van ieder zakje een gewone foto. Ik zie het filmpje nog op het scherm. Maar in ieder geval, dit was even een inkijkje in hoe Apotheek Voorzorg, zeg maar, dat hele proces regelt van pillen in een zakje krijgen. En dit was eigenlijk moment suprême. De pillenzakjes, de rol die nog leeg is, die gaat door de machine. En die machine die weet precies, hè, dat is net een mitrailleur, die schiet al die juiste inname momenten, die samenstellingen van pillen in die zakjes. En dat is waar we op verder gaan kijken. Nou, nog even schetsend, wat hebben we? We hebben aan de ene kant hebben we honderdduizenden recepten per maand. Met per recept dus heel veel innamemomenten, dus vele zakjes. We hebben een machinepark van tientallen machines. En verschillende machinetypes daarbinnen. Machines die hebben misschien plek voor 400 pillen of machines hebben plek voor 700 pillen. Machines die deels standaard zijn ingericht en deels flexibel kunnen zijn. En we hebben natuurlijk het assortiment aan pillen. Volgens mij is dat iets van 1500 of 2000 pillen. Verschillende dragees, capsules, tabletten, halve pillen, hele pillen. En dat is eigenlijk, dit zijn de hoofdelementen van ons probleem. En daaruit komt dan uiteindelijk die medicatierol die naar die patiënt gaat. Nou, wat hebben we gedaan? De vraag was in het begin van hoe kunnen wij datagedreven dit proces verbeteren? We hebben eerst het hele proces bekeken. Even uitzoomen, even kijken welke stappen hebben we in dit proces. Waar gebeurt wat? En al snel bleek natuurlijk dat die machines, het grootste knelpunt is misschien wat negatief, maar daar gebeurt het. Dat kan je optimaliseren en daar kan je op inzoomen en de analyse op doen. Nou, het doel is natuurlijk om die efficiëntie te verbeteren. Dus je moet je voorstellen, zo'n machine die heeft een heel profiel aan pillen in zich. En de vraag is dan daar eigenlijk van, wat is nou de optimale samenstelling van pillen in elke machine, in al die tientallen machines, over het geheel, kijkende naar die honderdduizenden recepten. Nou, en er zijn allerlei regeltjes en beperkingen en voorwaarden hangen daar rondom. Om dat goed in te richten, maar ook binnen de regels in te richten. Nou, wat we hebben gedaan is dus eigenlijk, dat is ook een soort van modeterm, die digital twin. Je hebt de fysieke wereld, je hebt de virtuele wereld. Dus we hebben eigenlijk digitaal getrokken, we hebben de machine digitaal nagebouwd. En daarmee het gedrag van de machine dus kunnen benaderen en dat kan je simuleren. En dan kan je dus gaan kijken met een optimalisatie-algoritme van hoe ga ik die machines inrichten. En als ik die machines zo heb ingericht, hoe werken zij dan in de werkelijkheid? Dan ga ik simuleren met alle recepten die ik heb, van hoeveel recepten kan ik nou geautomatiseerd afhandelen door dat hele machinepark. Nou, en daar komen dus aanbevelingen uit voor Apotheek Voorzorg, voor de productievloer van in machine 43 zou ik in kanister 284 zou ik pil A vervangen door pil B. En dat is het niveau waar we op zitten. Dat zijn de mutaties waar men iets aan heeft. En waardoor men kan zeggen, oké, ik heb een huidige situatie en ik heb een geoptimaliseerde situatie. Niet geoptimaliseerd los van de werkelijkheid. Hè. Dus we houden er in oogschouw van hoe het er in de huidige situatie voorstaat. Maar we weten precies te pinpointen op welk punt je een aanpassing moet doen om maar over de tijd heen steeds optimaler die recepten te kunnen verwerken. Nou, uiteindelijk de oplossing is dus de digital twin. Dat is eigenlijk het verhaal van het naar de digitale kant toe trekken en daar je simulatie doen, je optimalisatie doen. Maar als je eenmaal hebt gezegd van oké, zo moet het machinepark eruit zien. Alle profielen zijn benoemd zoals ze optimaal zouden kunnen werken. Dan hebben we ook nog natuurlijk alle recepten die
binnenkomen of nieuw binnenkomen, dan hebben we een soort van allocatiemechanisme nodig, een planner. Nou, dat is dan het laatste stuk daarin. Nou, al met al heeft dit een 14% verbetering in het level van automatisering gerealiseerd. Dit is alweer een tijdje terug, dus daarna is ook vanuit Apotheek Voorzorg natuurlijk verbetering gekomen, maar ook vanuit ons op het algoritme. En ja, dit levert gewoon 500.000 per jaar op voor de opdrachtgever. Dus ook een mooi resultaat. En je ziet dat uiteindelijk naast het uitdrukken in geld, heb je natuurlijk ook in kwaliteit meer mogelijkheden. Dus er zijn mogelijkheden om recepten die spoedrecepten zijn, om die vooraan in de wachtrij te zetten. Of recepten die nu niet geautomatiseerd door de machines afgehandeld kunnen worden, om die even in een wachtstatus te zetten, zodat na mutaties, optimalisatiemutaties in de machines, dat die recepten weer in beeld komen en dat ze dan geautomatiseerd afgehandeld kunnen worden. De samenvatting of de conclusie eigenlijk op dit stuk is, nou, er is een mooie stijging in het automatiseringslevel gemaakt. Je hebt dus de mogelijkheid om eigenlijk continu te simuleren. Dus ook hier weer, er zijn weer allerlei parameters waardoor je zegt van oké, ik wil dit type machine even niet meenemen in mijn simulatie of mijn optimalisatie. Of ik wil een bepaald deel van de machine statisch houden en de rest wil ik wel optimaliseren. Of nou, allerlei mogelijkheden. En het mooie is, je kan continu dus draaien, zien wat het resultaat is of het effect is. En kijken wat je in de werkelijkheid dus door gaat voeren als verbeteringen in je machines. Nou, een laatste punt van de uitkomst die ik erbij heb gezet is dat dit echt een voorbeeld is van het ook in productie brengen van een stuk AI. Het in de cloud, een clouddienst neerzetten, kleine webapp erbovenop, dat je interactie, dat de eindgebruiker echt dit product kan draaien, kan beïnvloeden en de resultaten terug kan krijgen. Nou, takeaways, waarde in het bedrijfsproces. Je kan continu bijsturen dus in je proces. En uiteindelijk heb je dus dat de experts, die pakken een aanbeveling op en voeren hem door. Maar je ziet dat AI hier ook steeds meer die controle over die complexiteit gaat overnemen. Nou, dit waren onze twee voorbeelden van opdrachten die we hebben gedaan. Waar hopelijk aangetoond dat echt nuttig kan zijn, de manier waarop we dat doen. En ik wou nu nog kort een stukje vooruitkijken en benoemen wat dan aandachtspunten zijn rondom het inzetten van AI. Nou, als eerste en meest belangrijke punt, dat is toch wel van sta je niet dood op AI. Want uiteindelijk begin je natuurlijk met de toepassing, het probleem in het proces en de waarde van verbeteren wat je daar kan realiseren. Dus je hebt het in het begin eigenlijk helemaal niet over de techniek. Je weet niet welke oplossing of hoe je het gaat oplossen. Je bent eerst op zoek naar wat je gaat oplossen. Hè. Dus die business case en met de business praten en in die taal zeg maar een vraag stellen. Dat is het belangrijkste beginpunt. En daarna pas kom je op een moment dat je zegt van, ah ja, AI zou hier de beste oplossing kunnen zijn. Het kan ook zijn natuurlijk dat je in een hele andere richting komt en dat je niet voor AI gaat. Dat is prima. Maar als je dan kiest voor AI, dan moet je wel inderdaad weten van oké, wat ga ik dan inzetten? In welke vorm? Hoe ga ik dat koppelen aan de business? Hoe ga ik de resultaten terugleggen in het werkproces? Wat heb ik als input nodig voor mijn AI-model? En hoe ga ik dat allemaal regelen? Want zo'n AI-model moet natuurlijk wel ergens draaien. De data moet ergens staan en zo'n platform moet je wel ook beschikbaar hebben. Dus dat is eigenlijk de omgeving en de organisatie die daar die er klaar voor moet zijn. En daarnaast heb je natuurlijk de afweging van, ga ik het zelf onderhouden? Gaan we het samen bouwen? Gaat een andere partij dat bouwen? En daar, daar zie je toch ook wel dat een organisatie daarin ook mee moet leren van, oké, wat is dat dan en hoe kan ik dat hoe kan ik het goed inzetten? En puntje 4, explainable AI, ook best wel een populaire term, veel relevant.
Een AI-model kan natuurlijk een aanbeveling geven of een voorspelling geven. En zeggen van nou, op periode 10 heb ik er 22 nodig. Maar wat je ziet is dat je eigenlijk in een werkproces, als je dat resultaat teruglegt, dat je veel meer details of veel meer context moet geven bij een voorspelling. Dus dat die transparantie op een dieper niveau, hè, bij Apotheek Voorzorg bijvoorbeeld, waar we echt zeggen van oké, dit was de oude situatie, daar zat pil X op die plek en dan moet je dat doen om de verbetering door te voeren en dat heeft een impact van dit en dat hebben we daarop berekend. Hè, die extra context en die extra uitleg, dat is vaak iets wat daarna komt, maar soms ook vergeten wordt. Nou, dan hebben we als laatste de implementatie, de toepasbaarheid in productie. Dat is gewoon super belangrijk. Je ziet dat bij heel veel pilots dat het daarbij blijft. En dat eigenlijk de effort die in de pilot is gaan zitten, dat je daar nog 2-3 stappen bovenop moet doen om je model echt in productie te krijgen, om het echt te refactoren en robuust neer te zetten. En daar wordt, daar moet je gewoon rekening mee houden dat je daar genoeg tijd voor hebt. Ik had nog één. Twee dagen geleden zag ik op LinkedIn één berichtje. En dat gaat hier een beetje over de haalbaarheid van AI. En dat is van Thomas Davenport zag ik een nieuwsberichtje op LinkedIn. En daar stond wel een interessante opmerking. En ik dacht, nou, die is ook wel relevant voor ons hier vandaag. Er stond iets als clinical AI gets the headlines, but administrative AI may be the better bet. En dat is ook wel relevant in onze discussie hier. Je hebt nu twee voorbeelden gezien over twee cases die echt wel op een facilitair proces zitten, niet op een primair zorgproces. En je ziet gewoon dat ook, de klinische AI, dus de modellen die diagnoses voorspellen of die je helpen bij de behandeling, die zijn super relevant. Je ziet daar dat er ook langere doorlooptijd is en dat er meer inspanning gedaan moet worden om dat tot een succesvol einde te brengen. Maar je ziet dat hier dat noemt hij dan administrative AI, maar in ons geval, als je het artikeltje nazoekt, dan zie je dat het ook over de supply chain gaat, over het optimaal inzetten van dure resources zoals operatiekamers of scanners of iets in die richting. Maar ook over de administratie, dat op dat gebied, dat daar echt heel veel te halen is. En dat die winst op grote schaal natuurlijk, als je daar winst behaalt, dat het ook weer positieve impact heeft voor die klinische kant. En dat het misschien iets meer lucht geeft en iets meer resources aan de klinische kant. Dus dat vond ik aardig om hier nog bij mee te geven. Nou, dan is het misschien zo dat je denkt van leuk, twee puntoplossingen of twee hele specifieke situaties. Maar dat is niet waar ik in zit als zorginstelling of als medewerker in de zorg. En mijn vraag eigenlijk aan jullie ook is van probeer eens hier met ons mee te denken, om te denken van oké, ik heb nu twee situaties gezien. Hoe kan ik dat nou vertalen naar mijn eigen bedrijfsproces of mijn eigen context? Ik heb als voorbeeldje hier gegeven. We hebben in die eerste referentiecase de vraag van medicijnen en hulpmiddelen, van die 11.000 producten, hebben we voorspeld. En met als doel winstmaximalisatie. Maar hoe zou je dat nou om kunnen schrijven, om kunnen denken naar een andere situatie? Bijvoorbeeld, voor mij is het project zeg maar van medicijnen of hulpmiddelen voorspellen, dat is zoiets. En in het midden zit ergens die technische component, die AI-component. Maar als je die er nou uitpakt en in een zorgafdeling zet en zegt van ik ga daarmee de zorgvraag voorspellen, omdat ik als ik de vraag beter weet in de toekomst, dan kan ik ook mijn capaciteit beter afstemmen. Dat is natuurlijk een hele andere context, maar we gaan daar wel ongeveer dezelfde techniek op inzetten. En zo hebben we ook bijvoorbeeld het optimaliseren van verpakkingsmachines. We willen naar die hogere automatiseringsgraad.
Maar waarom zou je machines met pillen, ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar technisch of abstract gezien is natuurlijk een rooster met mensen erin, is hetzelfde probleem. De voorwaarden zijn anders, hè? En de data is anders, de context is anders, maar de AI-component, die solver die daarin zit, kan prima dezelfde zijn. En op die manier zie je heel veel voorbeelden natuurlijk bij heel veel webinars of in artikelen op internet. Dat je denkt, oh ja, leuk dat ze dat daar hebben gedaan, maar ik heb mijn eigen problemen. Maar als je probeert om te denken, dan is daar misschien, kan je daar ook heel veel van leren van die andere cases. Nou, ik heb hier twee voorbeelden gegeven. En die zijn niet toevalligerwijs, gaan die over een afdelingsrooster. Zorgvraag voorspellen om je capaciteit op af te stemmen. Dat gaat allemaal over het onderwerp van personeelsproblematiek. Tekort aan medewerkers in de zorg. Dat is natuurlijk een hot topic. En daar zijn wij met Quint ook mee bezig om met klanten daar projecten voor te definiëren. En eigenlijk mijn vraag, de open uitnodiging is van, ben jij daar ook mee bezig? Of heb jij collega's die daar echt aan het werk aan het zijn? Neem contact met ons op. We zijn bezig met een groep van klanten om daar oplossingen voor te maken, oplossingen voor te zoeken. En super interessant probleem, maar ook nog eens heel relevant. En ben je daarmee bezig? Zoek contact, zou ik zeggen. Dat was in het kort of in het lang twee referentiecases die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Ik hoop dat er dat over is gekomen van wat de waarde is geweest. Een beetje een inkijkje van wat de manier van werken is en hoe we het hebben aangepakt. En ik denk dat het nu een goed moment is om wat vragen te behandelen en op te pakken. Nou, dankjewel Rob. Kom er lekker bij zitten. Inderdaad, je hebt een paar prachtige voorbeelden gegeven. Vraag die ik eigenlijk tussendoor ineens had. Je spreekt over kunstmatige intelligentie, AI. Maar je hebt het ook over deep learning. Even voor de mensen die misschien net het verschil even niet weten. Wat is de container? Hoe moet je dat zien? Machine learning, deep learning, kunstmatige intelligentie. Even korte toelichting. Ja, AI is kunstmatige intelligentie. Je hebt vaak de termen data science. Dus meer het onderzoeken van je data. Kijken wat erin zit aan patronen. Je hebt vaak de term machine learning. Dat is meer het... De modellen die ontdekt zijn echt robuust en in juist gemodelleerde manieren inzetten. Dus dat is ook het bouwen van die modellen, de pipelines ernaartoe, dat de machine learning goed staat. En uiteindelijk de AI is echt iets in een context plaatsen. Dus iets in een bedrijfsomgeving plaatsen waar het ook kan reageren op de prikkels uit de omgeving. AI kan natuurlijk... Als je iets inleert op bepaalde data, kan AI veralgemeniseren. En die kan dus zeggen van oké, als je die vraag op me afstuurt die ik nog nooit heb gezien, die vraag, dan kan ik er wel iets mee. Dan kan ik wel een antwoord geven of een voorspelling geven. Dus AI zit echt in de richting van niet de mens vervangen, maar wel heel specifiek op een klein vlakje een bepaalde taak heel goed uit kunnen voeren. Omdat hij al die patronen die nodig heeft voor dat ene taakje heel goed kan bevatten. Ja, dankjewel. Blijf vragen stellen. Even de volgende vraag. Dat kwam al een beetje aan bod. De voorbeelden die je noemt, die zijn eigenlijk uit het secundaire ondersteunende proces. In de intro die ik zelf gaf, daar zag je bijvoorbeeld dat de zorgverzekeraars die verwachten heel veel van AI, maar met name ook in het primair proces. Bestuurders in de zorg die zijn zoekende, van waar ga ik het nu inzetten in het primair proces, secundair proces. Is er hoop dat het primair proces AI wordt toegepast en waarde gaat toevoegen of ben je sceptisch? Ja. Ik ben altijd sceptisch, maar nee, er is zeker hoop. Je ziet dat er heel veel aandacht is, inderdaad. Ik volg een aantal nieuwsbrieven. Er wordt continu door zorginstellingen gewerkt aan nieuwe oplossingen,
nieuwe situaties waarin ze zien van hey, AI kan mij helpen. Maar dat brengt wel iets met zich mee. We moeten vertrouwen hebben. En dat vertrouwen, ik ben niet alleen sceptisch, maar de werkvloer of de mensen die zo'n AI-model moeten gebruiken, die zijn ook sceptisch. Dus dat heeft een bepaald pad te gaan. En dat is op zich ook wel je credits verdienen. Voor de langere termijn laten zien wat de waarde is. En veel pilots inderdaad. Veel mensen die pilots doen, die doen misschien voor de eerste keer, maken ze mee van ze zien wat er gebeurt. Dus dat is ook al de ervaring. En dat gaat zeker een vlucht nemen. Maar je ziet ook dat er met alle regelgeving en dergelijke, dat de doorlooptijd gewoon langer is. En ter vergelijking, wat ik net ook in het artikeltje van Thomas Davenport liet zien, is dat op de facilitaire processen, daar is het speelveld soms iets makkelijker. Dan gaat het niet om de diagnose van de patiënt, maar dan gaat het om het op voorraad houden van producten bijvoorbeeld. Dus daar zit iets minder gewicht op, maar er is wel superveel waarde te creëren en te vinden. En ik zou zeggen, als je binnen je organisatie je pijlen moet richten, richt ze zeker op klinische toepassingen. Maar kijk ook naar de omgevingen of de problemen die we ook al makkelijker kunnen oppakken met AI in het secundaire proces. Ja, dankjewel. Even kijken, deze vraag die lees ik even voor, is ook zeker interessant. AI vraagt om kwalitatief goede data. Dat proberen we te bereiken door de invoering van de ZIPS, zorginformatiebouwstenen en kwaliteitsregistraties in de EPD's. Dit betekent in beginsel nog meer administratieve last voor de zorgverleners. Lastig dilemma. Wat is jullie visie hierop? Ja, klopt. Aan de ene kant zou ik zeggen van, je moet door de pijn heen. Je moet wel je data organiseren. En dat is misschien iets wat ik daarnet niet heb verteld, dus een goede vraag. Soms wil men zich richten op AI en dan kom je erachter dat de data helemaal niet beschikbaar is. Of dat de data niet kwalitatief, zoals hier in de vraag staat, kwalitatief goed is. En dan moet je eigenlijk een stapje terug doen. Dan moet je eigenlijk weer terug naar je organisatie. En als je bijvoorbeeld geen omgeving hebt waar je dat goed kan regelen, moet je nog een stapje terug doen. Dan moet je misschien met je data governance beginnen. En als je dat hebt, kan je weer misschien een datalaag die goed georganiseerd is opzetten. En dan kan je weer een stapje verder naar, oké, hierbovenop kunnen wij onze AI-toepassingen bouwen. En dit is een lastig dilemma. Ik moet wel zeggen dat, kijk, voor een BI-rapportage, een financiële rapportage, moet alles 100% kloppen. Daar is je datakwaliteit super strak. En als je op je jaaromzet niet precies uitkomt waar je moet zijn, dan ga je helemaal terug naar je data en alles goed zetten. Binnen AI-oplossingen mag er soms ruis zijn. Dat gaat over grote sets aan data. En die ruis die, wat ik net zei, van als ik product X wil voorspellen, dan pak ik niet alleen de historie van product X, maar ook zijn omliggende producten. Dus ik kijk breder. Daar zal één fout in de data of een aantal missende punten niet superveel invloed hebben. Maar het is natuurlijk wel een glijdende schaal. Als je datakwaliteit echt slechter is, dan gaat dat gewoon natuurlijk invloed hebben op hoe goed je AI is. Hoe goed de voorspellingen vanuit je AI is. Misschien is het daarom ook wel dat in het primaire proces het risico op in gebrekenstelling aansprakelijkheid, dat enorm groot is en dat men daarom misschien nog wel huiverig is om dat toe te passen. Binnen ziekenhuizen bijvoorbeeld of andere zorginstellingen worden dan klinische AI-modellen gebouwd en er wordt vaak ook wel meegegeven van maar onze patiëntpopulatie is net anders. Dus de data die erin gaat, die is net iets anders dan als je het binnen een ander ziekenhuis inzet. Ik kan je voorstellen, een streekziekenhuis versus een universitair centrum. Er zitten gewoon andere type patiënten in. Dus als je zegt, ik heb een AI-model gemaakt op de voorspelling van diagnose X, dan zou dat misschien wel voor dat streekziekenhuis
net niet goed genoeg werken. En als het dan om mensenlevens gaat, dan is het vaak al van oké, dat is niet wat ik in kan zetten. En daar moeten we natuurlijk, daar zijn die SIPs ook voor. We moeten uniformiteit krijgen over verschillende instellingen heen. Hele grote opgave. Er wordt natuurlijk wel aan gewerkt. Maar dat zijn wel de uitdagingen om straks te zeggen van ja, ik heb hier in een bepaalde stad, in een bepaald ziekenhuis heb ik iets ontworpen, ontwikkeld. Waarom gebruiken we het niet landelijk? Ja, dan moeten we ook wel landelijk dezelfde taal spreken. Ja. Triggert mij wel even, dan kom je alweer snel op het onderwerp standaardisatie, interoperabiliteit. Dat is een onderwerp wat volgende week tijdens de wrap-up van de HIMS ook uitgebreid aan bod komt met de spreker vanuit het ministerie. Maar dat even terzijde. Andere vraag. Wat zijn de grootste valkuilen in dit soort AI-trajecten? Ja, een heleboel algemene valkuilen ook. Je ziet dat AI, wat ik net zei, van sta je niet kapot op de techniek. Je moet vanuit je bedrijfswaarde, vanuit het probleem moet je gaan redeneren of AI wel de juiste keuze is. Dus je moet kijken of AI niet zeg maar alleen bij je IT-afdeling wordt gepromoot. Nee, je moet ook vanuit de afdeling zeggen van oké, dit vind ik nuttig. Hè? Dus je moet die link, die brug vinden. En dat is soms wat mist. Een aantal andere zaken is natuurlijk, hebben we al over gehad. Ik leg me niet de juiste data vast. Of ik leg wel data vast, maar de kwaliteit is er niet. Dit soort zaken zijn natuurlijk belangrijk. Valkuilen verder zijn nog dat als je eenmaal iets gaat bouwen, als je bijvoorbeeld voor patiënten een voorspeller gaat verbouwen, dan kan het zijn dat je heel erg bezig bent in je eigen pilot, maar dat je even vergeet hoe het hele werkproces eruit ziet. Hè? Dus vaak heb je aparte projecten, maar je moet ook eigenlijk die experts vanuit de business, vanuit de afdeling, die moet je continu erbij betrekken. Dus het interpreteren van data kan soms zo belangrijk zijn in hoe je iets gebruikt of niet. En als je dan die data niet goed interpreteert of op een verkeerde manier invoert, dan krijgt uiteindelijk die afdeling, die krijgt een resultaat terug waarvan ze zeggen, dat geloven we niet. Of dat betwijfel ik. En dan heb je die transparantie weer. Dan moet je kunnen onderbouwen waarom jouw model, AI-model is toch, er gebeurt van alles en niet alles is transparant, maar dan moet je wel transparant maken. Dus ik zou zeggen, valkuilen, zorg dat je vooral die context rondom je probleem helemaal duidelijk hebt. En dat je ook die context en de onderbouwing terug kan leggen bij de eindgebruiker. Dankjewel. Volgende vraag, dat speelt natuurlijk in de zorg enorm ook. Als het gaat om gegevensbeveiliging, de AVG, security, echt superbelangrijk onderwerp. Kan je daar iets zeggen in relatie tot AI? Ja, heel belangrijk. Als je dat niet goed regelt, dan is dat enorm afbreukrisico. Je hebt daar eigenlijk, wij werken natuurlijk ook met alle AVG-regelgeving. Maar wat we vaak zien is dat als wij in de cloud werken bijvoorbeeld, dat we binnen de tenant, binnen de omgeving van de klant werken. Dus dat wij eigenlijk de gast zijn bij hun en dat wij niet hun data naar ons toe trekken. Het is een hele belangrijke, want dan zit je eigenlijk binnen de veiligheid van de organisatie. En dan heb je gewoon een toegang, een rol daarbinnen. Dat is een hele belangrijke. En voor de rest, wij hebben onze eigen security specialist natuurlijk. Die precies weten van, als ik in de cloud werk bijvoorbeeld, dan weet ik precies hoe mijn netwerken beveiligd moeten worden. Hoe ik kan compartimenteren om volgens alle standaarden de juiste werkwijze uit te voeren. En als je dan die data ontvangt, dan heb je weer een heel nieuw speelveld van oké, maar is het wel ethisch? Is het wel, wat mag ik gebruiken? Belastingdienst is natuurlijk altijd een veel gebruikt voorbeeld van welke kenmerken van patiënten of van iets uit een proces mag ik wel en niet gebruiken. Dat is allemaal af te wegen en te benoemen. En daarnaast een stukje rondom data governance.
Wij praten ook heel veel met de compliancy, de risk, de ethical officers binnen bedrijven. En dat gesprek moet je ook goed voeren, want mensen in die rollen die hebben natuurlijk het doel om alles veilig en oké te houden. Maar er is stiekem best ook veel mogelijk. Maar men neemt meestal de veilige keuze. Terwijl er eigenlijk binnen de AVG ook heel veel ruimte is om AI gewoon in te zetten. Maar goed, dat moet je goed bespreken en duidelijk met elkaar afspreken. Ja. Helder. Nou, ik kwam al langzaam een beetje op de toeslagenaffaire en de kanttekeningen bij kunstmatige intelligentie. Volgens mij zijn we een beetje door onze vragen heen. Rest mij nog vooral om de laatste vraag aan jullie te stellen. En misschien kunnen we nog mijn e-mailadres, wat op de laatste pagina staat, nog even zo in beeld tonen. Rob deed al een oproep naar jullie. De vraag inderdaad is van, ben je geïnteresseerd om mee te denken over de zorgproblematiek? De personeelsproblematiek in de zorg, moet ik zeggen, en het toepassen van kunstmatige intelligentie. Neem contact met ons op, dan betrekken we jullie organisatie graag in het project. Volgens mij zijn jullie nog ruim op tijd voor de volgende call die waarschijnlijk gaat beginnen. Dus neem nog tijd voor een kop koffie. Dank voor jullie aandacht. Nogmaals, ben je geïnteresseerd in de HIMSS wrap-up, kom volgende week bij ons webinar. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien op een van onze webinars. Fijne dag en tot snel. Fijne dag.